Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen volgt al een tijdje een proteïnedieet. Dat wil zeggen een dieet met een hoog eiwitgehalte. Proteïne is een ander woord voor eiwitten namelijk. Aan het begin van dit dieet at Ellen best heel smakelijk. Ze vond haar eiwitrijke maaltijden en eiwitrijke snacks best heel lekker. Inmiddels is dat niet meer het geval, want sinds een aantal weken nu heeft Ellen voortdurend een enorm droge mond en ook een vieze smaak in haar mond als gevolg daarvan. En smaakt niks haar nog lekker. En de vraag van Ellen is, hoe kom ik van die droge mond en die vieze smaak in mijn mond, hoe kom ik daar vanaf? Dat is de vraag van Ellen. Nou, Ellen, om te weten te komen hoe je van die droge mond en vieze smaak in je mond afkomt, moet je eerst leren begrijpen waardoor die droge mond en vieze smaak in je mond is ontstaan. Wanneer je een droge mond hebt en een vieze smaak hebt in je mond, dan betekent dat dat de productie van speeksel en de afgifte daarvan door je speekselklieren is afgenomen. Dat je dus veel minder speeksel in je mondholte hebt ten opzichte van anders. Wanneer dat het geval is, dan krijg je een droge mond en ook een vieze smaak in je mond. Dat betekent dus dat sinds jij dit dieet aan het volgen bent, de vorming en afgifte van speeksel door je speekselklieren is afgenomen. Dus moeten we daarover gaan hebben wanneer dat het geval is dat de vorming en afgifte van speeksel door je speekselklieren afneemt. De vorming en afgifte van speeksel, slijmstoffen zijn dat, door je speekselklieren, dat betreft een zogenaamd anabool proces. De stofwisseling in je lijf bestaat uit twee delen, namelijk katabole processen, dat zijn afbrekende processen, en anabole, dat zijn opbouwende en herstellende processen. De vorming en afgifte van speeksel, slijmstoffen door je speekselklieren, dat is een anabool proces. Dat is sinds de start van je dieet dus kennelijk verloopt niet zo goed meer, want je hebt nu veel minder speekselafgifte. Want je hebt voortdurend een droge mond nu en een vieze smaak in je mond. Dus moeten we het gaan hebben over dat anabolisme, wat dus kennelijk sinds de start van je dieet niet zo goed meer verloopt in je lijf ten opzichte van eerder. Want anders had je nog wel eenzelfde hoeveelheid speeksel in je mondholte gehad. En had jij niet die droge mond en die vieze smaak in je mond verkregen. Het anabolisme, dus de opbouwende en herstellende processen in je cellen, dat zal verslechteren, kan niet goed verlopen wanneer na uitvoering van katabole processen, die afbrekende processen, in je cellen, waar de vorming van afbraakproducten het gevolg van is, wanneer die afbraakproducten, dat zijn stoffen, moleculen met een zuurtegraad verhogende werking, die verhogende zuurtegraad in jouw weefsels, wanneer die afbraakproducten die gevormd worden na uitvoering of ten tijde van de uitvoering van de katabole afbrekende processen, wanneer die niet goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd zijn, want dan zorgen die voor een verhoging van de zuurtegraad in jouw weefsels en cellen, die afbraakproducten van de eerdere afbrekende processen. En wanneer de zuurtegraad in jouw weefsels en cellen te hoog is, of niet ideaal, niet lichtbasis is, dan kunnen de enzymen in jouw weefsels en cellen niet goed werken. En als de enzymen in jouw weefsels en cellen niet goed kunnen werken, kunnen die anabole, opbouwende en herstellende processen, niet goed uitgevoerd worden. Want dat zijn enzymatische processen, dus dat is afhankelijk van een goede werking van enzymen. En die enzymen kunnen niet goed werken wanneer de afbraakproducten van de eerdere processen niet goed verdund, geneutraliseerd en afgevoerd zijn. Dit betekent dus, aangezien jij nu een droge mond en vieze smaak in je mond hebt, wat wil zeggen dat het anabolisme, de vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen, niet goed verloopt in je lijf,
Dat is het geval wanneer de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen in je lijf, afbraakproducten van eerdere processen niet goed verloopt in je lijf, dat die droge mond en vieze smaak in je mond enkel weer kan verdwijnen wanneer je ervoor zorgt dat de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen, dus die afbraakproducten die vrijkomen, gevormd worden gedurende de katabole afbrekende processen in je lijf, wanneer dit weer beter gaat verlopen, want enkel dan kan de optimale zuurtegraad in jouw weefsels en cellen, die nodig is om enzymen goed te laten werken, wat dan weer nodig is om het anabolisme goed mogelijk te maken in je lijf, kan weer verbeteren. Wanneer verloopt de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstof in je lijf enkel goed? Dat is wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. Wat wil dat zeggen? Wanneer je lichaam geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ervaart. Dat ervaart je lichaam kennelijk wel, sinds de stand van je dieet, tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen. Want anders was de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen in je lijf wel goed blijven verlopen. Was het anabolisme in je lijf wel goed blijven verlopen. En had jij niet die droge mond en vieze smaak in je mond verkregen. Maar dat is dus wel het geval. Dus op dit moment heersen er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf die opgelost moeten worden. Een proteïnedieet heeft een hoog gehalte aan eiwitten en biedt waarschijnlijk wel de 9 essentiële aminozuren. Behoorlijk veel en behoorlijk vaak. Maar ja, er zijn nog meer essentiële stoffen. Alle vitamines, alle mineralen zijn essentieel en er zijn 2 vetzuren. Essentieel. En dus is het waarschijnlijk zo geweest dat je eiwitrijke maaltijden, je eiwitrijke snacks wel goed hebben voorzien in die 9 essentiële aminozuren, maar niet voldoende in vocht, alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen en die 2 essentiële vetzuren. Dus, wanneer jij van die droge mond en die vieze smaak in je mond af wil, wat dus het gevolg is van tekorten in bepaalde essentiële voedingsstoffen in je lijf, zul jij ervoor moeten zorgen dat je eiwitrijke maaltijden en eiwitrijke snacks geoptimaliseerd worden in vocht en die essentiële voedingsstoffen die tot nu toe ontbraken in je eiwitrijke maaltijden. Dus de essentiële vitamines, de essentiële mineralen en de essentiële vetzuren die tot nu toe niet of onvoldoende in je maaltijden en snacks aanwezig waren, die moeten er nu wel voor gaan komen. Die moet je erin gaan stoppen en toe gaan voegen. Dus voedingsmiddelen die dat leveren, die missende, ontbrekende vitamines, mineralen en vetzuren, want enkel dan kan de voedingstoestand in je lijf verbeteren, kunnen de tekorten die kennelijk zijn ontstaan in je lijf sinds de start van je dieet opgelost worden. Enkel dan kan de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen, dus die afbraakproducten die voortdurend gevormd worden in je weefsels gedurende de afbraakprocessen, katabolenprocessen in je lijf, kan weer verbeteren. Enkel dan kan de enzymwerking in je weefsels weer verbeteren. En enkel dan is het ook mogelijk dat je speekselklieren nieuwe slijmstoffen gaan vormen. Dat betreft namelijk een anabool proces. En die processen kunnen enkel goed plaatsvinden in een lijf waar de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen, dus die stoffen die voortkomen uit de eerdere katabole processen in je lijf, goed verloopt. En daar moet jij dus voor gaan zorgen door de tekorten in jouw maaltijden en snacks, de tekorten in essentiële stoffen die tot nu toe aanwezig waren, wanneer jij die oplost de komende tijd.